stek is eigenlijk de plek waar je je thuis voelt. En je kan jezelf ook verstekken. Dus eerst woon je op de ene plek en dan woon je op een andere plek. En wat doet dat met je als mens? Wat we gaan doen is dat we een locatievoorstelling gaan maken in leegstaande appartementen in de buurt. Voorstellingen die je echt heel op die plek kan ervaren. Terug in de tijd. We hebben in het voorjaar hebben we allerlei verhalen verzameld hier in de buurt. Die hebben we opgeschreven en dat is in dit prachtige boek terechtgekomen. En we willen heel graag ook een grote publiek zeg maar, laten delen in die verhalen. Het gaat over saamhorigheid, het gaat over gemeenschappelijkheid. Hoe krijg je die en hoe verlies je dat weer? Nee. Er waren mensen die werkten bij de politie, die waren koetsier, er waren bakkers, er waren loodgieters. Dus later komen die flats. Dit is uit de jaren 60? Ja, 57. Het was een arbeidersbuurt en op een gegeven moment kwamen er andere groepen mensen wonen. Groepen die uit Zwolle gekomen zijn, die uit Tilburg gekomen zijn, uit Groningen. Daarna is het nog een keer gebeurd met de Torbekkenbuurt. Ja. Ook mensen hier allemaal in deze buurt geplaatst. Vanaf jaren 80, zeg maar. Ja, toen is het echt sterk gaan veranderen. Snap je wat ik bedoel? Het was hier een hele hechte groep mensen in deze buurt eerst. Iedereen kon elkaar, de ramen stonden altijd open, de muziek klonk over de straten. Groenteboer kwam door de straten, stonden allemaal met elkaar te praten. Je liep ook bij elkaar in en uit. En toen kwamen er andere mensen hier wonen. Ja, dat was toch een verandering in die buurt. Het gaat ook heel erg over wij en zij. Dus wanneer voel je je ergens thuis, wanneer voel je je onderdeel van een gemeenschap, van een groep mensen en wanneer voel je je buitenstaander. Maar er werden hier dus ook paarden geslacht? Ja. Maar die werden achtergeslacht op het, in een apart hok. Wat werd er allemaal geslacht dan voor beesten? Nou, we beginnen hier met de runderhal, de kalverhal, de varkenshal, schapen. Werden we hier aangehouden en dan werd er gekeken of we het vlees keurig vervoerden, ja of nee. We hadden platte wagens. Je tokte hem uit de auto, onder je benen. En dan met omhoog kiepen en op je nek laten vallen. De bil zit dan in je nek. En deed je daar ook speciale trainingen voor? Nee, dat leer je. Geen geiten, dat werd hier niet gedaan. Nou, natuurlijk veel later met buitenlanders werd hier zo'n Ramadan-toestand gemaakt. Maar ja, zo'n offerfeest bijvoorbeeld, kan dat gebeuren dat je 300 schapen en geiten aangeboden kreeg voor dat rituele slachten. De Turkse gemeenschap op de balkon slachten, dat wilden ze dus voorkomen. En toen werd er hier op één dag alles geslacht voor die mensen en die kwamen ze ook allemaal hier. Dus het wordt aan de ene kant een universeel verhaal over een wijk in verandering. Aan de andere kant gaat het ook heel erg juist over de verhalen van personen die hier in deze wijk wonen. En wat zij hier hebben meegemaakt. Die werden doodgemaakt in de piano. Nou, dat was een tafel met allemaal sleuven. En ik gooide dat nuchtere kalf gooide je op zijn rug in die sleuf. Dus dat lag hij zo met zijn pootjes omhoog. En zijn kopje zo. En dan werd hij doodgeslagen eigenlijk met een pen. Ja. En de grotere kalven werden met het masker verdoofd, of niet? Met schietmasker. Maar de rest zat allemaal te wachten tot dat ook ging gebeuren. Ja. Werden die dan niet paniekeren? Nee hoor. Die paarden wel, die hebben een soort gevoel dat ze wel wat onraad voelen. Deze buurt heeft niet één identiteit. Het is heel erg opgebouwd uit heel veel verschillende verhalen van mensen. Zo houden we nog eens contact dan. En heel veel mensen maken allerlei veranderingen door in hun leven. Dus die raken ontworteld of raken ontheemd. En dat soort verhalen zijn juist heel erg interessant. Kijk, dat wat in verandering is, dat heeft ook een drama. En het is mooi als het publiek zich daarmee kan identificeren. Gestoomd vlees, dat staat heel bekend. Ja. Iedereen kwam uit Sparendam zelfs gestoomd vlees halen. Toen kocht hij een auto. En toen kwamen er ook geen klanten, hè? Want toen kreeg Van der Weijden te goed. Ja, oh ja, dat was zo. Weer op ziekenhuis, verschrikkelijk. Als er iemand in de winkel kwam die geld had, dan kreeg je een schop. Dat hij een boek open moest doen. Ja. Mijn man wist dan wel wie trut heen was, hè? Die trut heen was. En ik hoorde nou een verhaal ook van iemand die kocht ieder jaar een nieuwe auto, maar die nam altijd een witte. Dus de Friese en de Groningers en Blauwvingers heb ik net geleerd, die hier naartoe kwamen, dat een eerste verandering was in een wijk. En daarna kwamen ook de Marokkanen en Italianen en wat er is genoemd, Hongaren. Dus de wijk is ook qua inwoners heel erg veranderd. Al die winkels die hadden geen levensvatbaarheid meer, dus ze gingen één voor één naar de knoppen. Ja, maar dat is net uw zaak. Maar als ik kijk naar de hele wijk en de samenhorigheid en bij ons in de straat, het is allemaal keurig met de mensen.
deze mensen die we nu gesproken hebben, die delen op een bepaalde manier ook verstolde verhalen. Hè? Ja. Gestolde verhalen, dan verhalen die ze heel vaak al hebben verteld. Dat zijn de verhalen die we nu horen, die ze in een groep ook willen delen. En als je mensen alleen gaat spreken, hoor je hele andere verhalen. Ja, en het gaat natuurlijk toch meer om die verhalen die tussen de regels nu hoort vandaag, waar je dan op door moet vragen. Ja. Iets is anders om zichzelf te kunnen plaatsen. En dat gevoel dat heeft iedereen schijnbaar nodig. En ik denk hoe drukker de wereld wordt, hoe harder dat nodig is. Om dan maar die ene vierkante meter wel te hebben en te kennen. En te kunnen afzetten tegen iets anders. En dan merk je dat als vroeger dat gebeurde. Eén rode in een katholieke straat zegt. Ja. Dat is zich aan doorzetten. Mensen hebben heel erg een zij nodig om een bij te ervaren. Dat zit wel in al die verschillende personages. Kan je dat zichtbaar maken? Ja. En wie we dus nog niet als groep gesproken hebben, zijn de vrouwen van Dunja. Of zeg maar de Marokkaanse bruiden, Turkse bruiden. En, of hun mannen en jongeren. Ik zat te denken om ieder groepje zo'n karretje van Aldi mee te geven met erin een kop koffie en een ghetto blaster met muziek of teksten en een lampje. Kaart van de buurt. Unit bij je hebt. Ik zou ze echt een schaap meegeven. Of een varken. Want wat doet dat met een groep? Dat moeten we wel snel gaan beslissen, omdat we ook de kaartverkoop gaan starten over 2 weken of zo. De kaarten worden overgekocht, dus dat schouwburg in Haarlem. Ja. Dus daarin die worden in de brochure opgenomen.